22 oktober dan is het Wereldstotterdag. En voor mij is dat de aanleiding om een video te maken over stotteren. Want je kunt wel degelijk razendsnel afrekenen met een stotterprobleem. Zelfs ook wanneer je al 20 of 30 jaar stottert. En als je lang stottert en daar therapie voor gehad hebt, dan heb je waarschijnlijk te veel gelet op je ademhaling. Of je hebt te veel gelet op je middenrif. En als je daarop gaat letten, dan ga je automatisch meer stotteren. Uitzonderingen dagen later, maar in, in het algemeen is het zo dat je meer en vaker gaat stotteren. Om de doodeenvoudige reden dat datgene wat je dan geleerd hebt onnatuurlijk spreken is. Er is geen topspreker op de hele wereld die gaat letten op zijn middenrif bijvoorbeeld. Het gaat vanzelf en zo hoort het ook te gaan. En gek genoeg gaat het met jou ook vanzelf. Ja, maar niet altijd. Het gaat zelfs meestal niet vanzelf. Maar in sommige situaties gaat het vanzelf. Bijvoorbeeld wanneer jij je heel veilig voelt. En dat doe je wanneer je samen bent met de kleuter en er geen andere mensen in de buurt zijn. Wanneer je samen bent met een hond en er geen mensen in de buurt zijn. Wanneer je samen bent met een paard of met een papegaai en er zijn geen mensen in de buurt. dan gaat het spreken vanzelf. En als dat op jou slaat, dan heeft dat stotteren totaal niets te maken met je ademhaling. En weet je dat je uitstekend kunt spreken. Alleen je kunt het nu nog maar in bepaalde situaties. En in heel veel situaties nog niet. En ik wil je duidelijk maken dat, je dat, dat, het, ja, dat het tussen je oren zit en daar, dat daar een klein foutje gemaakt wordt. En daar dient het ook te worden opgelost. En ik zal even een paar voorbeelden geven. Op het moment wanneer je stottert, ben je altijd aan het staren. En ik kan je vrijwel garanderen dat wanneer je staart, dat er vanzelf misgaat. Als je stottert, dan heb je een slecht gevoel voor ritme. Want ook spreken is een zeker ritme. En dat gevoel bijbrengen, dat is in, in een mum van tijd gaat dat lukken, dat je het gevoel hebt van het ritme van spreken. Maar ook kijken, zelfs kijken heeft een ritme. En als je dat allemaal gaat toepassen, dan hoeft er alleen nog maar gekeken te worden naar een klein foutje tussen de oren. En ja, met MindTuning zijn we erin gespecialiseerd om dat foutje op te zoeken. En dat. Ja er gaan overschrijven. En dat totaal gaat ervoor zorgen dat spreken veel makkelijker gaat en dat spreken vanzelf en natuurlijk gaat. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan eens even op spreek.nl bij je trainingsaanbod en dan vind je een training afrekenen met stotteren. Maar je vindt ook een online training afrekenen met stotteren. Dus je zou kunnen gaan beginnen met de online training. En later, eventueel als je daar nog behoefte aan hebt, een echte daadwerkelijke training hier in de praktijk kunnen volgen. Misschien is Wereldstotterdag voor jou een aanleiding om iets te gaan doen aan je stotterprobleem. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op spreek.nl en bekijk het trainingsaanbod.